meelopen voor de allereerste keer met de halve marathon van Amsterdam. En ik vind het ontzettend gaaf om dat voor mijn brothers en sisters in Sierra Leone te doen, voor hun verpleegkundeopleiding. De brothers en sisters in Sierra Leone hebben het hard nodig. De gezondheidszorg heeft daar alle aandacht nodig. Voor ons is het allemaal heel normaal, maar voor de mensen daar niet. Want we hebben allebei gestudeerd en we weten hoe belangrijk het is. En wij kunnen gewoon hier een beetje onze droom waarmaken, maar wij willen dat iedereen dat kan. Ja. Dus de broeders en zusters ook. Een leeg ziekenhuis zonder verpleegsters, zonder artsen, daar heb je niet heel veel aan. Dus die opleiding die moet er natuurlijk van komen. Ik denk dat verpleegkundeopleiding echt de beste manier is om de gezondheid van mensen te verbeteren. Als we zo mensen kunnen helpen en zeker de kinderen, dan ga ik daar heel hard voor redden. Brothers en sisters, vandaag heb ik 21 kilometer gerend voor jullie. Ik hou van Sierra Leone, ik hou van de mensen in Loonsa Mabesene. Power to you! I think what is in the video is very nice and it is good really for the benefit of we the students. I felt so happy, you know, at least people from Netherlands think about my country Sierra Leone and you know certain students cannot afford to pay their own fees. So the Netherlands, they are doing a very great job and I appreciate that a lot.